hoe dan ook, ja. Op een stip bij Ted. Ik had het nooit gedacht, eerlijk waar, dat ik bij Ted op een stip mocht staan. Ik heb het ook nooit gedooid gedaan bij Idols of zo, dus ik vind het heel apart. Maar ja, waarom sta ik hier? Dat is een goede vraag. Ik werd gevraagd door de directeur van het theater, we gaan een TEDx doen. Kan je een verhaal komen vertellen? Ik zeg, ja, tuurlijk kan ik een verhaal komen vertellen, maar dan wil ik wel mijn eigen verhaal vertellen. En zei, dat is meestal ook de bedoeling bij Ted. Dus ik ga u mijn verhaal vertellen en ik hoop dat u door mijn verhaal te horen ook iets, dat het ook iets voor u kan betekenen. Oké? Okay? Mijn verhaal is interactief. Dus als ik zeg oké, okay, dan horen jullie te zeggen. Goed zo, kijk, zo moeilijk is het helemaal niet. Ik dacht echt dat ik hier zat, iedereen is in slaap gevallen, maar jullie zijn er nog. Ik kwam hier naar Almere toe in 2001, ben ik verhuisd. In die tijd maakte ik al 2 jaar televisie, de Comedy Factory deed ik. En in het derde jaar zag ik dat ik steeds meer werk hier liet liggen, want ik kreeg steeds meer aanvragen naast de Comedy Factory om dingen te doen voor bedrijven en van de snabbel, zeg maar, het snabbelcircuit. En ik ging naar Suriname terug en ik zei aan mijn vrouw, ik zeg, Shay, want zo heet ze, Shayla, ik laat heel veel werk liggen in Nederland. En toen zei ze me, wanneer moet ik inpakken? En dat is dus mevrouw. Mevrouw heeft altijd gezegd, jij moet nooit de man worden die achteraf zegt, had ik maar. En daarvoor heb ik ook gezorgd. Ik zei van, nou, we komen naar Nederland toe. Ik ben economisch vluchteling, dat weet u nu dus ook. Want ik kon hier gewoon beter verdienen dan wat ik in Suriname verdiende. En toen ik hier kwam, in het begin ging het waanzinnig. Het gaat nog steeds heel goed. Ik heb het geweldig gedaan voor mezelf de afgelopen jaren, al zeg ik het zelf. Maar rond 2005 kwam er een kentering. Want ik was namelijk razend populair. Weet je echt, van mensen willen met me foto als ik ergens kwam. Moeders in de supermarkt, weet je, vroegen handtekening voor hun kinderen. Dacht ik, dat kind kijkt toch nooit naar mijn programma. Ja, maar doe een handtekening voor mijn zoon, hij is echt je grootste fan. Ik zeg, hoe heet je zoon? Joyce, oké, even Joyce. En het ging goed. Ik verdiende veel geld, heel veel geld. Ik was populair. Ik had het leven. Ik reisde business class, zeg maar. Zo zag mijn leven eruit. Maar ik kwam er ook achter dat ik wel populair was, maar niet succesvol. Want alles wat ik verdiende ging er even snel weer uit. Ik had geen regelmaat in mijn leven. Nou, 1 regelmaat die ik had was dat ik altijd laat uitsliep. Of lang uitsliep en dan weer naar het theater ging. Maar mijn dagen zagen er ongeveer zo uit. Ik stond 's morgens op. Tegen de middag stond ik op. Dan at ik wat en dan ging ik me klaarmaken en dan reed ik naar het theater. Ik trad daar op om 8 uur, zat lekker na te borrelen met de gang en dan ging ik naar huis om 1 uur of 3. En dan sliep ik weer tot 1 uur of 12 en zo ging het maar door dag in dag uit. Dus wat gebeurde er? Ik zat soort vast in een soort stramien en ik kwam erachter van, Rijman, eigenlijk ben je wel populair en alles, maar je bent nu succesvol. Want alles wat je doet gaat ook weer weg. En ik was echt knettergek. Ik had zoveel vrienden in die tijd, je wil het niet weten. Ik had vrienden die ik me eens meer kan herinneren. Elk weekend hadden we barbecues thuis. Zelfs in de winter. Ik heb een keer een tent laten bouwen in mijn tuin om te kunnen barbecuen. We zijn bijna aan een koolmonoxidevergiftiging gestorven, maar ik heb het gedaan. En toen kwam ik iemand tegen in mijn leven die zei van nee, je doet het niet goed. En dat was de man die mij geïnspireerd heeft om mijn leven anders aan te pakken. En ik heb toen geleerd om mijn leven als een onderneming te zien. Want eigenlijk zijn we allemaal ondernemers. In alles wat je doet. Ook al werk je voor een baas. Als je het goed bekijkt. At the end of the day zijn we allemaal ondernemers. En dit is de zaak. Zo simpel is het. Nou zien sommige zaken er minder aantrekkelijk uit dan andere zaken. Maar dat wil niet zeggen dat ze goede zaken kunnen doen. Dus. Als ik u zou vragen bijvoorbeeld, wat is voor u een goed bedrijf? Wat vindt u een goed bedrijf? Ja, ik beschouw er al meer dan een goed bedrijf. Ja, natuurlijk, maar ik heb het niet over je eigen bedrijf. Gewoon, maar als je zou kijken, wat spreekt je aan? Wanneer draait een bedrijf goed? Wat is belangrijk om een bedrijf goed te laten draaien? Als ik me gelukkig voel. Als je gelukkig voelt, precies. De eerste stap. Zorg dat je gelukkig bent. Weet wat je passie is. Weet waarvan je gelukkig wordt, want dan alleen kan je ook het beste product leveren. Zo simpel is het. Als Coca-Cola op een gegeven moment stopt met Coca-Cola maken en wij gaan de wapenindustrie in, gaat niet werken, maar dat kunnen ze niet. Hun passie ligt in softdrinks, dan moeten ze dat ook blijven doen. En zo is het. Je moet weten waar je van houdt, je moet weten wat je passie is. En vanuit je passie moet je het beste product maken. En het product, dat ben jij. Het product, dat maak jij zelf vanuit jouw liefde voor whatever het is. Zorg ervoor dat je weet waarvan je houdt, dat je weet wat je kan en weet vooral ook wat je niet kan.
Want mensen zeggen vaak, volg je passie, doe wat je leuk vindt. Dan komt het goed. Dat is niet waar. Want sommige mensen denken dat ze kunnen zingen. Denk aan die rode stip. Weet je, dan zijn er ouders die zeggen, ja, je bent geweldig, jongen, ga zingen, geweldig. En dan zie je dat zieletjes gebroken worden, alles. Je moet wel eerlijk zijn aan jezelf. Weet wat je wil. En dat is het belangrijkste van jezelf als onderneming zien. Weet wat je sterke en je zwakke punten zijn. Zorg daar altijd voor. Maak een kosten-baten-analyse van je leven. Voor elke stap die je maakt, stel jezelf steeds de vraag van wat gaat het me kosten en wat levert het me op? En we weten dat we die vraag soms te weinig stellen. Dus zorg ervoor dat je altijd een kostenraming maakt. En dat praat niet over puur financiële kosten, maar ook emotioneel. En alles wat je kwijt bent en wat het weer oplevert voor alles wat je doet in je leven. Want soms doen we dingen die ons niets opleveren, financieel, maar emotioneel levert het wel heel veel op. Dat zijn de leukere dingen in het leven om te doen. Ik ben ambassadeur van UNICEF, het levert me geen moer op. Maar als ik zie het resultaat, wat we bereiken met de organisatie voor kinderen in Afrika bijvoorbeeld, waar een waterpomp heel veel kan doen, dan vind ik dat levert me heel veel op. Ik doe 1 keer per jaar, of soms 2 keer per jaar, doe ik motivational speeches in jeugdgevangenissen. Dan praat ik met jongeren. En laatst kwam er een van die jongeren naar me toe. En die zei, meneer Rijman, hoe vond u het in de Hunneberg? Ik zei, Hunneberg, dat is een jeugdgevangenis in Nijmegen. Hij zei, ja, ik was daar toen u sprak. Ik zeg, en? Hij zei, nou, het gaat goed met me, meneer Rijman. Ik heb naar u geluisterd. Ik zeg, oh, goed zo, ja. Ik zeg, dus je bent niet teruggegaan naar de jeugdgevangenis? Hij zei, nee, ik heb een opleiding gedaan. Ik heb net mijn praktijkdiploma gehaald. Ik heb een lieve vriendin, we wonen samen. En ik hoop binnenkort vader te worden. Die ene jongen heeft al die reizen die ik heb gedaan door het hele land toe naar jeugdgevangenis, heeft dat verhaal, was voor mij de grootste beloning die ik ooit kon krijgen. Dat was voor mij de waardering van het product. En dat is het ook met alles wat je doet. Als je het met je ziel doet, komt er altijd iets voor terug. Dat heb ik gemerkt in het leven. Als je leven maar op een goede manier doet. Maak een goede kostenbaatanalyse van alles wat je doet. En zorg dat deze onderneming altijd blijft draaien. Wat is nog meer belangrijk voor een goed bedrijf? Passie, daar hebben we het over gehad. Maar wat is nog meer belangrijk voor een goed bedrijf, volgens u? Resultaat. Resultaat, precies. Je moet resultaatgericht zijn. Je moet weten waar je naartoe gaat. Je moet weten wat je wilt doen met je leven. Je moet weten waar je naartoe wil gaan. En ook al werk je voor een baas, werk je uiteindelijk voor jezelf. Want je kan wel zeggen, ja, ik ga van 9 tot 5 aan het werk om ervoor te zorgen dat mijn baas rijk wordt. Nee, je gaat van 9 tot 5 naar het werk om ervoor te zorgen dat jij beter wordt. En maak er een kunst van om elke keer, elke dag in je leven iets slimmer te worden. Je moet eigenlijk de uitdaging voor jezelf en het resultaat elke dag moet zijn van, ik ben vandaag slimmer gaan slapen dan ik ben opgestaan. Dat moet eigenlijk een van je doelen zijn in dit leven. En dat doe ik elke dag. Ik probeer elke dag een uurtje iets te leren. En het is niet zo moeilijk, want we hebben allemaal wel een uurtje waarop we niets doen, toch? Hebben we allemaal. Of je zit te sms'en, of je zit te zappen. Mannen kunnen het vooral, die kunnen gewoon... terwijl maar niets denken. Dat kunnen mannen. Er is een filmpje op internet, de Nothing Box, heb je dat wel eens gezien? Ik hoef je niet te vertellen erover, je weet dat het waar is. Wij kunnen dat, vrouwen kunnen het niet. Vrouwen moeten altijd denken, dat is iets wat hun gegeven is. Het is een creatie van de Heer. Ik heb er al respect voor. Maar gebruik dat uurtje om iets positiefs te doen en iets te leren van wat jou passioneert. Dat is innovatie. Maar daardoor verrijk je het product. Een bedrijf dat niet innoveert, zal stagneren in de markt. Dus zorg ervoor dat je blijft innoveren. Zorg dat je elke keer weer iets nieuws leert. Elke dag een beetje kennis opdoen. Het is zo lekker als je steeds meer weet. Het is zo fijn als je kan gaan slapen en denk van, oh jee, dit weet ik vandaag. Weet je, soms kom je dingen te weten waar je niet blij mee bent, maar het is kennis. En kennis is altijd goed. Knowledge is altijd goed. Wat ook belangrijk is, hoe klantvriendelijk ben je? Hoe kijkt je omgeving naar je? Elke winkel kan het met me eens zijn, van de 100 mensen die langslopen, zullen 50 naar binnen komen. 50 hebben geen interesse in je product. Concentreer je niet op die. Concentreer je op die 50 die jouw product wel willen consumeren. Ik heb het meegemaakt als artiest. Ik weet het gewoon. 50 van de 100 mensen zullen me leuk vinden. 50 vinden geen zak aan me. Ik vind het niet erg. Het is een goede recht. Ik vind het niet erg. Maar ik concentreer me op die 50 die me wel leuk vinden. Want dat geeft mij vreugde in wat ik doe. Als je me nu leuk vindt, kijk niet naar mijn programma. Zap door en ga op Twitter en klaag.
Weet je, dan heb je tenminste ook een uitlaatklep. Dat is ook goed voor die mensen, weet je. En geloof me, als je klaagt op Twitter anoniem, ik ga het ook lezen, want ik ben geïnteresseerd in al die anonieme mensen die te klagen hebben. Dat vind ik leuk. Maar dit is een uitlaatklep. Dat zijn namelijk al die afvallige producten, waarvan je weet dat ze over de verloopdatum zijn. Maar zorg ervoor dat je je leven altijd blijft ondernemen. Het is ook belangrijk dat het gebouw, jouw pand, jouw winkelpand, de zaak, dat het goed onderhouden wordt. Dus leef gezond. Laten we eerlijk zijn, het is essentieel dat als je langs een winkel gaat en die winkel ziet er niet smakelijk uit, ga je niet naar binnen. Dus als je zelf moet verkopen, zorg ervoor dat je er smakelijk uitziet. Ik heb vandaag een rode das aangedaan en ik dacht, misschien werkt het. Toen zei ik dan ook met rode das, kom ik dacht, shit. Weet je, er is geen productdifferentiatie vandaag. Maar het is essentieel dat je ervoor zorgt dat je in een gezond lichaam woont. Dus zorg dat je passie hebt voor je product. Zorg dat je een goede kostenbatenanalyse hebt en maak regelmatige inventaris. Kijk waar je staat met je kennis en je ervaring. Kijk waar je staat met je kennis en ervaring en maak inventaris voor jezelf. Ben ik wel happy met wat ik doe? Want veel van ons gaan op de automatische piloot. Op de een of andere manier gaan we makkelijk op de automatische piloot. En dat is een valkuil waar we voor moeten waken. Maar als ik u vraag, mevrouw, wat doet u op maandag? Werken. En hoe ziet de werkdag eruit? U staat 's ochtends op, u ontbijt, u gaat vervolgens naar het werk. U staat door de fiets. Kijk, u staat de computer aan. De eerste mail, oké. Okay. Daarna gaat u rond de uur of 12, tussen 12 en 1 gaat u lunchen, hoop ik. Soms, ja, oké. Okay. Na de lunch gaat u weer lekker door met werken. Kijkt uw collega's weer vriendelijk aan. Na het werk gaat u naar huis. U maakt het eten klaar. Gaat lekker voor de tv naar Matthijs van Nieuwkerk kijken. Toch? Ja, ik zie dat u wel een fan bent van Matthijs. Ja. En dan gaat u slapen, toch? Wat doet u op dinsdag? Iemand heeft me deze vraag een keer gesteld. Dat was het meest confronterende ooit in mijn leven. Eigenlijk doen we allemaal elke dag hetzelfde als we nu oppassen. Doorbreek die sleur door kennis op te doen. Dat maakt je weer anders dan de rest. Doorbreek die sleur door de gewone keer te zeggen, weet je wat, ik ga nu op de fiets, ik ga lopen. Ja, ik werk in Rotterdam, dus ik kan het niet, maar het is een idee. Het is een idee. Weet je echt? En je zal zien dat het je meer vreugde geeft. Als je gewoon durft om af en toe uit je comfortzone te gaan. Vanuit die automatische piloot weg te stappen. Hoeveel mensen hier hebben een auto met GPS? Kom op, mensen, het is interactief. Ja, toch? Hoeveel van u heeft uw huisadres als een van de favorieten staan in uw TomTom? Hoeveel van u gebruikt die TomTom wel eens om naar huis te rijden van de plek waar je bent? Automatische piloot. We kijken niet meer naar de focuspunten in ons leven. Nee, we nemen vanzelfsprekend aan van als we maar volgen waar de dingen er komen waar we moeten zijn. En de automatische piloot is het meest gevaarlijke er is. Want een bedrijf dat op de automatische piloot gaat, dames en heren, die raakt zijn klanten kwijt. Die raakt zijn marktwaarde kwijt, want je hebt geen interessant product meer. Dus zorg ervoor dat je van die automatische piloot afstapt. En zorg ervoor dat je any time of the day, en dat bedoel ik ook any time of the day, jezelf blijft innoveren. Het is niet moeilijk. Iedereen kan het. Ik ben niet slimmer dan de rest. Ik ben niet knapper dan de rest. Ik heb 2 studies gedaan, economie en rechten, dat wel. Aan de Erasmus Universiteit, je mag het weten. Ik zie mensen nu kijken, wow. Zo. Ik zie mensen zeggen, wow, echt waar? Ja, echt waar. Ik heb het niet afgemaakt, maar... ik heb het wel gedaan. En toen ik in 2001 hier naartoe kwam met Shaila en Shaila me zei van... word nooit de man die achteraf zag, had ik maar. Kwam ik hier naartoe, dames en heren, u mag het weten. Met 500 gulden op zak. Met 500 gulden ben ik met mijn gezin, bij mijn moeder ingetrokken hier aan de Blekerstraat. En ik heb elke job aangenomen die me werd aangereikt. Elke job. Ik ben het land doorgekruist voor opdrachten van 50 gulden, waarbij ik 2 dagen lang bezig was bij zo'n spreken. Ik heb alles gedaan om mezelf op te bouwen. Na een paar maanden kon ik eindelijk een beetje een tweedehandse auto kopen en konden we huisje huren in de muziekwijk. Na 4 jaren kon dit bedrijf een huisje kopen in Almere Hout. 3 jaar terug heeft dit bedrijf zijn eigen huis gebouwd in Almere Overgooi.
Ik ben hier gekomen als presentator van een televisieprogramma. De werktitel van het programma was, geloof je het of niet, toen ik binnenkwam, de Cotton Club. Want ze wilden een divers programma gaan maken met een gekleurde presentator. Ik kon natuurlijk boos zijn weggelopen en hebben gezegd van, bekijk het maar, ik ben je tappende neger niet. Maar ik dacht, nee, dit bedrijf laat zich gebruiken, maar gaat langzaam maar zeker de boel overnemen. Inmiddels ben ik mede-eigenaar van hetzelfde productiebedrijf dat dat toen bedacht heeft. Ik ben producent van mijn eigen televisieprogramma, ik ben producent van de Jan Dino Show en ik ben producent van het Groot Dicté der Nederlandse Taal. Had je ook niet verwacht. En dat heb ik allemaal te danken aan dit bedrijf. En aan het management dat ervoor gezorgd heeft dat hij zichzelf is blijven ontwikkelen. Ik ben niet bijzonder, dames en heren. Ik heb gewoon één stap voor de ander gezet. Eén voet voor de ander gezet. Als ik kijk wat Marjan heeft meegemaakt, dan denk ik van wauw. Weet je, ik moet er niet aan denken dat ik in zo'n situatie terecht was gekomen. In de gevangenis 1,5 jaar, ik had er niet overleefd. Als ik er alleen maar aan denk, val ik nu al flauw. Ik krijg sowieso pissig in mijn broek als de politie me aankijkt al. Weet je? Maar ze heeft het wel gedaan. Door voor het bedrijf te zorgen en zeggen van dit bedrijf gaat over de oceaan. En ze is een multinational geworden. Ton heeft het ook laten zien. Ton zegt, mijn bedrijf, die heksen komen naar Almere. We hebben één opperheks, maar er komen nog meer. Ja, ze zijn weg, want die bezem zag ik niet meer voor de deur. Dus. Maar wat hij zegt is waar. If you set your mind to it, you can do it. En het klinkt allemaal cliché. En het klinkt allemaal, oh, dat heb ik al gehoord. En er zijn genoeg sceptici die zeggen van, ach, het zal wel zo zijn, maar het is ook zo. En ik ben het levende bewijs en daarom sta ik achter hetgeen wat ik zeg. U kunt het ook, wij kunnen het met z'n allen. We leven in een prachtige stad. En Ted, dankjewel dat we vandaag ons verhaal hier met elkaar mochten delen. Ik wens u een fijne avond. Ja.